Mijn naam is Karine Versluis. Ik ben documentairefotograaf en ik werk ook met audiovisuele media. Ik ben in 2008 en 2009 naar Instituto Buena Bista geweest op Curaçao. Daar heb ik gewerkt aan het project Enkeltje Schiphol. Enkeltje Schiphol is een langdurig project over jongeren uit Curaçao die in hun eentje naar Nederland gaan om een studie te gaan volgen, om een leven op te bouwen. Een deel daarvan heb ik tijdens de residency gedaan. Dit project heeft geresulteerd in een boek en een aantal tentoonstellingen. Dit is het boek. Nou, het is een vrij groot verhaal met verschillende persoonlijkheden, verschillende hoofdpersonen die eigenlijk gevolgd worden. In Curaçao en in Nederland. Dus na de residentie ben ik nog lange tijd doorgegaan met het project. Hoe is het om hier weer te zijn nu in de kunsthal? Ik vind het heel erg leuk, want het is toch al een tijdje geleden dat ik mijn residentie heb gedaan. Het heeft mij heel erg geïnspireerd toen. En nu hier weer te zijn, merk ik dat me toch weer opnieuw ook inspireert. En dat de sfeer toch wel weer nagebootst is. Het is natuurlijk geen Curaçao, maar ik heb toch wel weer een beetje het gevoel dat ik een beetje op IBB ben. Dus dat is heel erg leuk. Wat ik hier met de studenten heb gedaan, ik heb twee ochtenden een workshop fotografie gegeven. Een soort basis introductiefotografie waarbij de leerlingen van alles over fotografie hebben geleerd, allerlei soorten fotografen hebben gezien. Ze hebben wat praktijkopdrachten gedaan, onder andere portretten, hoe je op verschillende manieren iemand in beeld kan brengen. Ze zijn ook naar buiten geweest om letters in het landschap te fotograferen. Onderdeel van de workshop hier was dat de leerlingen een huiswerkopdracht hebben gekregen. De opdracht was dat ze allemaal een fictieve fotograaf moesten bedenken. Met een hele biografie, wie is die fotograaf, wat voor werk heeft hij gemaakt. En vervolgens moesten ze die fictieve fotograaf aan hun buurman of vrouw geven. En de opdracht was om werk te maken gebaseerd op deze fotograaf. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Ze zijn vooral ook op pad geweest. De meeste foto's zijn niet hier gemaakt, maar ze zijn echt thuis aan de slag geweest. Wat ook iets van hun zelfstandigheid heeft gevraagd. Zodat ze eigenlijk zelf leren om naar aanleiding van een concept een beeld op te bouwen.